Last but not least, watertekens. We beginnen zo meteen met de vissen, dan de schorpioen en de kreeft. De tip, de gouden tip van het universum over jouw relatie of relaties. Ook als je single bent, het is een tip, een gouden tip die je mee mag nemen. Oké, we gaan beginnen met sterrenbeeld vissen. Sterrenbeeld vissen, universum. Wat is de gouden tip voor sterrenbeeld vissen met betrekking tot relaties? Of hun relatie. Wat is belangrijk voor sterrenbeeld vissen om mee te nemen van het universum voor relaties? Wat is de gouden tip voor de vissen? Sterrenbeeld vissen. Ik heb overal de kriebels. Sterrenbeeld vissen. Okidoki. Heel duidelijk vissen. Vissen, jij moet mensen zien voor wie ze zijn en dan niet je eigen romantische beeld opplakken. Dus blijf in de realiteit. Dus dat geeft je in ieder geval een realistische kijk. Ik weet niet wat ik heb, maar ik heb weer iets in mijn oor. Nou ja, maakt niet uit. Het geeft je een realistische kijk. In plaats van die magische fantasie die jij er opplakt. En het heeft te maken met fantasie, met een droomwereld. Schilder mensen niet helemaal romantisch af, maar kijk naar hun gedrag. Je moet meer kijken naar wat iemand doet in plaats van wat jij ervan maakt. Van, ik heb te maken met een heel fout type, maar ik maak er een prins op het witte paard van. En ik zwijm al helemaal in dit beeld wat ik zelf gecreëerd heb. En dus stop mensen te romantiseren die het niet verdienen om geromantiseerd te worden. Hè? Maar kijk eerder, wat voor vlees heb ik in de kuip? Is dit realistisch? En plak er dus niet iets, maak er niet iets van wat er niet is. Dus dat is een beetje wat ik zie bij jullie vissen. Geloof ze als ze je laten zien wie ze zijn, vissen. Geloof ze, what you see is what you get. En niet van, maar hij heeft wel zo'n leuke lach. Of ze ziet er altijd zo leuk en vriendelijk. Ze is altijd zo vriendelijk. Ja, maar prik door dingen heen. Kijk wie je werkelijk voor je hebt. Want voor je het weet zit je met iemand in een relatie vissen die helemaal niet romantisch is. Of helemaal niet leuk is of goed is voor jou. Maar jij bent geneigd om het mooier te maken dan het is. Dus ga met twee benen op de grond. Geloof ze dus als ze je laten zien wie het is en maak er niet zelf iets prachtigs van. Dus van lelijke dingen iets moois maken, dat is waar vissen goed in is. Hè? Het is eigenlijk een heel lelijk beeld, maar het zijn toch wel wat mooie bloemetjes aan de zijkant en we doen net of dat prachtig is, terwijl het niet zo is. Dus bespaar jezelf een hoop leed, vissen, met dit soort aannames die je doet. Of nee, aannames, creaties die je maakt in je hoofd, die er niet zijn. Het potentieel wat jij in iemand ziet, hoeft er op dit moment niet te zijn. Dus jij kunt denken van, deze persoon heeft zoveel potentieel. Ja, maar op dit moment zie je wat er is. En dat potentieel is toekomstmuziek. En we leven nog niet in de toekomst, maar we kijken hier van, is dat potentieel er nu al? Of is het iets wat ik graag zou willen zien? Of wat ik eigenlijk idealiseer in deze persoon? Hè? Ik wil graag dat deze persoon zo en zo is. En ik zie dat de kans erin zit dat hij dat kan. Of zij het kan. Maar dat hoeft niet zo te zijn natuurlijk.
Dus blijf af van het potentieel en kijk in de werkelijkheid. Want die versie, die heb jij ervan gemaakt, niet die persoon zelf. Oké, vissen, dat was het. Ik zit te denken, zou ik maar even de ventilator aanzetten. Vergeet hem elke keer aan te zetten, maar dat maakt niet uit, dat mag de pret niet drukken, want we gaan verder met de schorpioen. Schorpioen, welke gouden tip van het universum is er voor jou met betrekking tot jouw relaties? Wat voor gouden tip heeft het universum voor de schorpioen met betrekking tot relaties? Oh. Ja, sterrenbeeld schorpioen. Tijd voor iets nieuws, schorpioen. Tijd voor iets nieuws. Tijd voor iets nieuws. Tijd voor iets nieuws. Ook al moet je naar het andere eind van de wereld verhuizen, schorpioen. Het is belangrijk dat de plek waar jij nu bent, je niet steeds herinnert aan vergane tijden, aan exen. Bijvoorbeeld stel dat je ex bij jou om de hoek woont, dan wordt het tijd om te verhuizen. Je zit op een locatie die jou elke keer herinnert aan iets. Of het is belangrijk dat jij met een clean slate begint. Met een, zal maar zeggen, als we het over een schildersdoek hebben. Dat je een blanco doek hebt. Dat je opnieuw kunt beginnen. En ja, bijvoorbeeld. Dat is ook zo dat je. Bijvoorbeeld, je kunt niet. Dat je denkt, ja, hoe is die uitdrukking ook alweer? Don't put lipstick on a pig. Want het blijft nog steeds een pig. Het blijft nog steeds een varken. Dus doe geen lipstift op een varken, want het blijft nog steeds een varken. Krijg ik nu door. Dus probeer jezelf die teleurstelling te besparen. Probeer te healen. En dat is niet als je dus heel dicht steeds iemand tegen kunt komen of herinnerd wordt aan die vergane tijden. Dat je bijvoorbeeld te maken had met iemand die je maar niet kunt vergeten. Of waarin je steeds herinnerd wordt aan dingen die er gebeurd zijn en dergelijke. Dus ook al moet je naar het eind van de wereld verhuizen, ga er naartoe, schorpioen. Want je zult je beter voelen. De energie zal beter voelen. Ja. Dus het gaat niet om een kleine verandering. Het gaat om een grote verandering. Ander land. Stel, deze persoon woont in Nederland. En je denkt, elke keer word ik eraan herinnerd. Als ik bijvoorbeeld hier ben. Verhuis naar Ibiza, verhuis naar Amerika, maakt niet uit. Als het kan tenminste, hè? Niet altijd alles is mogelijk. Maar maak de afstand groter tussen jou en deze persoon. Dus maak de impact groter. Zorg ervoor dat het obstakel, want het is een obstakel voor jou, deze persoon, deze ex. Deze locatie is een obstakel voor jou. Dus je kunt het niet ontlopen. Zorg ervoor dat het groter wordt. Dat de afstand groter wordt. Dat, neem de controle hierover, schorpioen. En als jij er te dicht op blijft zitten, dan creëert dat obstakels voor jou. Dus het is hier echt afstand. Ruimte maken van, ik kom deze persoon niet elke keer meer tegen. Als die op Facebook zit, doe hem van de Facebook. Of als je een man bent en je denkt, ik heb een relatie gehad met die vrouw die bij de bakker werkt. Of een ex-vriendin die bij de bakker werkt met die vrouw. Ja, dat is ook afstand creëren, dat is zeggen, die vrouw, die man. Dus creëer afstand tussen jou en je ex, want het zorg ervoor dat je elke keer weer in die obstakel zit. Dus, changing locations. Ja. Oké.
Kreeft. Sterrenbeeld kreeft. Universum. Wat is de gouden tip met betrekking tot relaties bij de kreeft? Wat is de gouden tip voor de kreeft met betrekking tot relaties? Wat is de gouden tip met betrekking tot relaties voor de kreeft? Sterrenbeeld kreeft, de gouden tip van het universum. Dat zijn er te veel. Ga je amuseren, kreeft. Wees niet zo serieus. Breng wat luchtigheid in de connectie. Ga je amuseren. Ga op avontuur met je partner. En als je single bent, zoek niet actief naar een partner, maar ga je amuseren. Dus doe iets geks. Ben niet bang. Maakt niet uit wie er meekijkt, wat er allemaal is. Lach. In plaats van alleen maar te praten over hele serieuze onderwerpen met elkaar. Ja, het is allemaal heel serieus dat wij deze relatie hebben. En dat moet vrij heel serieus genomen worden. Dus praat niet alleen maar over de serieuze dingen des levens, kreeft. Maar gun jezelf wat kinderlijke speeltijd. Samen met je partner of als je single bent. Doe leuke dingen. Ga naar de Efteling. Oh, mag ik misschien niet zeggen. Ga naar een pretpark bedoel ik. Ben die free spirit kreeft. De juiste persoon komt wel op jouw pad als je dat bent. Dus niet, oh, ik moet serieus zoeken van, oh, is dit de juiste? Nee. Ga leuke dingen doen. Ga fun hebben. Fun. Luchtigheid kreeft. Luchtigheid. Dat is wat er nodig is. Ik bedoel ook niet van, als ik zeg, je moet niet zoeken dat je op je stoel moet blijven zitten thuis. En wachten tot diegene aanbelt. Nee, dat niet. Maar ben wel je fun zelf. En laat jezelf zien zoals je echt bent. En je excentrieke zelf vooral. Je creatieve zelf. Je gekke zelf, zal ik maar zeggen. Zet je feestneus op, kreeft. Ja, ben niet bang. En verlies je echtheid ook niet. Dus verlies je echtheid niet door je steeds aan te passen aan wat je denkt dat andere mensen willen zien van jou. Ga daar vanaf en ben gewoon je authentieke zelf. Misschien denk je wel, mensen vinden mij niet leuk zoals ik ben. Ik moet meer zoals die zijn of ik moet meer zoals die zijn. Nee. Probeer er niet in te passen. Dat is de tip wat ik hier zie. En ja, echt fun. Feestje vieren, leuke dingen doen, gekke dingen doen. Als het carnaval is, ga lekker aan de carnavalstoet mee. Of doe het ook carnaval als er geen carnaval is. Wie je bent is goed, kreeft. Ja, en verander niet om je dat je erbij wil horen, maar blijf gewoon jezelf. Want dan trek jij de juiste mensen aan, kreeft. Niet als je allemaal aanpast of heel serieus de serieuze relatieproblematieken bespreekt. Maar vooral als jij je amuseert. Als je een beetje uit je comfortzone komt. En je neemt, je doet gekke avontuurlijke dingen. En samen met je partner. Hè, dat kan ook samen met je partner. Dat je iets geks gaat doen of zo. En dat je helemaal dubbel ligt samen. Of je gaat dansen. Of je gaat whatever wat je gaat doen. En dan, dat is het beste. Dan kom je uit die serieuze vibe. En als je single bent, doe leuke dingen. Ga niet continu die dating signs af van, even lezen hier dit. Dat zet ik dan op mijn lijst. Nee. Gewoon leuk, fun, luchtigheid is hier de clue.
Oké, dat was het dan voor de watertekens. Ik heb alles gedaan: de aarde, de vuur, de lucht en de watertekens. Mocht je naar aanleiding van deze video een personal reading willen, laat het mij dan weten. Bedankt en tot de volgende keer. Doei doei!